Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwen Services, Four Seas Shipping and Forwarding, Yordex Shipping and Forwarding en Brasserie de Rotterdammer. Morgenavond is het oudejaarsavond. Dan gaan we een fantastisch voetbaljaar afsluiten. Een moment van collectieve reflectie. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in dat jaar? Wat hebben we gedaan en wat gaan we volgend jaar doen? En wat hopen we dat er dan gebeurt? Hier in Café Verschoor bij Theo en Joke hebben we een aantal van de beste voetbalanalytici uit de regio bij elkaar. Voetbalprofessionals, mannen die weten hoe het zit, die je voorbij hebt zien komen in FC Rijnmond. En dan gaan we dat hele voetbaljaar nog eens een keer helemaal doornemen. Wie was, als je Sparta, Feyenoord, Excelsior neemt, wat jou betreft de beste speler van 2016? Twee eigenlijk. Ik vind dat Karim El Amadi zich bij Feyenoord dit seizoen enorm ontwikkeld, wil ik niet zeggen. Maar misschien wel eens het beste wat hij heeft eruit is gekomen. En ik vind dat Thomas Verhaar, een jongen die ik ken van de amateurs van VOC. Het gaat niet om dat Thomas een goede kennis of vriend van me is. Maar meer hoe hij zich heeft ontwikkeld van de tweede klas voetballer naar kampioen worden met Sparta. En nu in de Eredivisie spelen, dat vind ik wel heel erg mooi. Wat is de meest verrassende speler in het betaalde voetbal in de Rijnmond van 2016 wat jou betreft? Er zijn er twee ook. Waar ik ongelooflijk respect voor heb, dat is uiteraard Dirk Kuyt. Dat hij toch wel elke keer voor elkaar krijgt, dat hij ongelooflijk belangrijk voor die club is. Maar ook bij Sparta natuurlijk Michel Breu. Waar die eigenlijk, waarvan mensen, die is een goede speler voor een opleider voor Sparta 2. Maar ik ken Michel best goed genoeg, omdat ik toen trainer was, dat hij een geweldig karakter. Maar hij is ongelooflijk belangrijk voor Sparta en het succes van 2016 is er algemeen. Daar heeft Michel Breuer toch wel een heel veel waarde gehad. Wie was Rob, wat jou betreft, de beste speler in 2016 in de Rijnmond? De beste speler op dit moment? Jurgensen. Afgelopen jaar? Ja, Jurgensen. De beste voor spits. Voor jou dan, nee? Ik vind Jurgensen, die heeft me ook wel echt heel positief verrast. Ik vind ook de keeper, vind ik ook van Feyenoord, vind ik ook. Ja. Die heeft zich ook in één keer uit het niets toch goed staande gehouden. Vond ik ook heel knap. Welke speler heeft je het meest verrast? Het meest verrast heeft mij Jan-Arie van der Heijden. Want de ene keer deed Jan het leuk en dan deed Arie het weer leuk, maar nu is het samen. Het is Jan-Arie van der Heijden. Welke speler heeft je het meest verrast? Jurgensen, omdat we hem niet kenden. En die eigenlijk gewoon de beste spits in de Eredivisie is. Maar bovendien ook de beste spits in de zin van dat je, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig, op hem kunt doorvoetballen. Want hij levert ook assist. Hij staat ook in het middelpunt op het moment dat er aangevallen wordt via de zijkanten. Dus ja, hij vervult een soort totaalrol in die spits. En ja, laten we heel eerlijk zijn, daarin heeft hij ons verrast. Want eerlijk gezegd, als spits van Kopenhagen had ik hem nou niet echt op mijn netvlies staan. En jij ook? Ja, ik ga naar de verdediger. Naar Bottergien. Die vind ik uitstekend spelen. Wat is je mooiste herinnering aan het afgelopen jaar? De bekerfinale die wij samen hebben gedaan, denk ik. Dat was voor mij. Ik heb daarna nog één wedstrijd voor Rijnmond mogen verslaan. Maar de bekerfinale voelde voor mij echt als het afscheid. Ook de laatste wedstrijd die we samen hebben verslagen. Mooie ontlading. Een club die een prijs pakt met een trainer die ik het bijzonder gunde. Dat was denk ik wel de mooiste van dit jaar, denk ik, ja.
Ja. Ja, Man United thuis. Dat was ook een hele bijzondere avond. Juist omdat je op voorhand zoiets had van die sfeer in die Kuip. Hoe gaat dat zijn met die maatregelen? Het ging daar zo lang over. En die sfeer die avond was zo geweldig. Ik zou bijna willen zeggen, als je dat wegdenkt, alles klopte die avond. Dat was natuurlijk niet zo, want de Kuip zag er niet uit zoals hij daar hoort te zien. Maar die avond was wel historisch. Als jij, Henk, één dag de baas mocht zijn van Sparta, Excelsior of Feyenoord. En je mocht één beslissing nemen op die dag. Voor welke club zou je dan gaan en voor welke beslissing? Als ik van Sparta, laat ik dat even zeggen, als ik één dag de baas zou zijn van Sparta, dan zou ik zo snel mogelijk zorgen dat de binding met de RV en AV, de amateurtak, weer op het niveau kwam van 20 jaar geleden. En wat is daar de achtergrond achter? Ik geloof in een heel goed fundament, basis. En ik vind nog steeds dat in elke club de jeugdopleiding is de toekomst van de club. Dat heeft Sparta bewezen in het verleden. Dat ook Feyenoord heeft dat weer bewezen. Toen ze in nood zaten dat al die jongens moesten spelen. En dat waren, later werden dat allemaal internationals. Helaas wordt het nu wat minder omdat je kan kopen. Maar Sparta die heeft altijd laten zien de afgelopen 25 jaar dat ze een geweldige opleiding hebben. En daar heb je de amateurtak voor nodig. En dat moet weer één grote familie worden. In het belang van Sparta. Nou, ik wil er wel op inhaken, want ik vind het wel een goed punt. Ik kom vrij vaak op het complex van Sparta amateurs op Nieuw Terbregge. Je speelt met de klassieke veteranen. Precies, af en toe speel ik met de klassieke veteranen. Heel erg gezellig. Maar het hele complex ligt wat troosteloos bij. Het heeft in principe een hartstikke mooi hoofdveld met die tribune erbij. Het veld is in niet zo goede staat en dat druk ik me eufemistisch uit. En het is natuurlijk ook zo dat op dit moment een aantal jeugdploegen ook in het stadion trainen. Omdat daar een kunstgrasveld ligt. Daar kan ongelimiteerd getraind worden. Ja. Precies. Plus dat daar die jongens ook zitten. Dus die komen eigenlijk niet meer op het oude amateurcomplex. Plus dat de rest van al die jeugd die er zit, die raakt die binding ook kwijt. Hè? Die komen daar niet meer. En daardoor is het, als je op zaterdagmiddag daar komt, om een uur of 3, 4, wat normaal gesproken zou moeten floreren, is het eigenlijk hartstikke dood. En dat is wel heel erg jammer. Als jij nou de baas mocht zijn van of Sparta of Excelsior of Feyenoord, en je mocht één beslissing nemen, welke club zou je dan kiezen en welke beslissing? Dan zou ik kiezen Sparta. Dan zou ik kiezen voor de club weer in eigen technische handen te nemen. Dus met andere woorden, iemand in het bestuur te plaatsen met voetbalverstand. Die met de trainer, want die doet het fantastisch. Tot op dit moment. De trainers blijven nou eenmaal op de golven van resultaten, dus opportunisme, meedijnen. Maar het zou goed zijn voor de continuïteit van de club. Ook over 5 jaar. Dat er iemand binnen dat bestuur zit. Binnen raad van commissarissen, maar het kan ook gewoon technisch bestuurslid zijn. Die gewoon namens Sparta die lijn mede uitstippelt. Zodat we niet het idee hebben dat we alleen maar aan één trainer zijn overgeleverd. En jij Joop, welke club, welke bestuur? Ik zou Feyenoord nemen, hè? Nee, verrassend. En met onmiddellijke ingang proberen om het verlengstuk van onze jeugdopleiding naar de onder 19, wat het nu Feyenoord 2 heet, maar officieel de belofte elftal zou moeten zijn, dat weer op een bepaald niveau terechtkomt, waarin spelers die uit de onder de 19 doorstromen naar het seniorvoetbal en die mogelijkerwijs geschikt zijn om het eerste elftal te kunnen halen, dat daar in ieder geval ruimte is om die zelf door te kunnen laten ontwikkelen. Wordt Feyenoord kampioen? Nee? Ja, ik durf het niet hardop te zeggen. Want, ja. Kijk, zolang ze van een Go Eagles kunnen verliezen. En is er nog zoveel mogelijk. Maar ze hebben de laatste jaren nooit zo goed voorgestaan als nu, denk ik. In welke speelronde gaat het gebeuren? Ik denk dat dat toch wat langer duurt. Maar dan zou ik het fantastisch vinden. En misschien dan worden nu een heleboel mensen wanhopig. Dat op een moment gebeurt in de laatste wedstrijd. En dat we dan op doelsaldo kampioen worden. Dat lijkt me zo heerlijk. Naar die Amsterdammers toe, dat lijkt me. De Amsterdammers moeten dan op onze hielen zitten. We hebben er geen probleem mee. En dan op doelsaldo kampioen worden.
Fantastisch. Zo hebben we AZ een keer kampioen gemaakt, of PSV een keer kampioen gemaakt met Excelsior. Ja. Van Louis van Gaal, daar heb je nou nog last van. Ja. Wordt s'nachts wakker nog steeds van jullie. Van jou? Ja. Moet Feyenoord nog wat halen in de winterstop? Nee, je moet niks halen. Ik krijg alleen maar ellende door. Want dan komt LMA die terug en dan moet hij toch weer dat plekje in gaan nemen. En hopelijk is hij na twee wedstrijden uitgespeeld met dat Morocco, maar dat is natuurlijk niet zoveel. En dan komt hij terug en dan kan Feyenoord gelijk weer verder. Want je krijgt alleen maar weer ellende. Als daar veronderstel dat daar een nieuwe speler komt en hoe die heet. Mijn part had ook Klaasje kunnen zijn. En als Klaasje dan goed gaat spelen. Ja, als die dan op die plek gaan spelen en ze doen het goed, dan moet je dan met El Amadi. Terwijl El Amadi is dé grote man bij Feyenoord. Dus niemand halen. Toonstra vult die plek perfect in. In zijn loopvermogen, in zijn voetbal, in zijn... Gewoon een perfecte gozer. Van die laatste 17 wedstrijden, hoeveel gaat Vermeer daarvan keepen? Ja, ik denk best wel veel, omdat het ook een beetje kapitaalvernietiging is, denk ik, als je Vermeer op de bank zet, nu die terug is. Jones heeft het geweldig gedaan. Dat is best wel veel? Nou ja, wanneer die fit is, gaat hij ze denk ik allemaal keepen. Ik denk dat hij gewoon weer de eerste keeper van Feyenoord wordt. En jij? Hij gaat niet één keer spelen, denk ik. Tenzij Jones geblesseerd raakt. Van Bronckhorst een beetje kennen dat een trainer die vasthoudt aan een team dat succesvol is. Hij moet gaan wijzigen met El Amadi. Daar baalt hij zelf natuurlijk ongelooflijk van. Maar hij gaat vasthouden aan een team waarmee je nu speelt, denk ik. Met Jones gewoon als vaste man in de goal. Moet Feyenoord nog wat halen in de winterstop? Nee. Nee, je moet vooral zorgen dat niemand vertrekt. Dat denk ik echt. Ik denk dat het kans ook wel een belangstelling gaat komen van een hand voor Engelse clubs. Nee, je moet vooral de boel bij elkaar houden, denk ik. Vooral dat. Ik denk dat ze nog wel een centrumverdediger moeten halen. Met Sven van Beek, wat maar kwakkelen blijft met die blessure. Gaat hij überhaupt dit seizoen nog aan het spelen toekomen? Hoe lang gaat dat duren? En je hebt gemerkt deze seizoen zelf hoe dun het daar centraal achterin is. Als er nog één schorsing of nog één blessure bij komt, heb je bijna niets meer over. In Manchester moest Van Bronckhorst terugvallen op Wessel Dammers. Het lijkt mij, als je in de winterstop, als je er de ruimte voor hebt en je kan dat ondervangen en je kan iemand daarvoor nog halen, gelijk doen. Wat ook opmerkelijk is, Bottegien, Van de Heide, Toornstra. Vorig jaar waren ze er al, maar twijfelachtig. En nu basisspelers waar je op kan bouwen. Van de Heide is natuurlijk ook een van de vondsten van deze eerste competitiehelft. Ja. Door inderdaad afgeschreven. Eigenlijk in hetzelfde rijtje als Venovic en Tapia. Wat heb je er nou werkelijk aan? En hij maakt er een centrale verdediger van met opbouwende kwaliteit. Hij doet af en toe wel iets te nonchalante dingen. Waar ik even denk dat Epi Drosten weer uit de dood is opgestaan. Hoewel het dan een rechtspoot was. Maar goed, die ging ook nog wel eens goochelen. Ja, maar dat heeft ook te maken met de manier zoals Feyenoord. Kijk, wij hebben de afgelopen jaren... je had vroeger zo'n strip, geloof ik, in de algemeen van Knudden. Tikkie terug, Jaap, weet je wel. En dat hebben wij 3-4 jaar naar moeten kijken. Want dat werd als kunst verheven om de bal in de ploeg te houden. Dan heb je 67% balbezit, alleen je hebt 15 keer op je eigen speelhelft geraakt. Van der Heijden die speelde natuurlijk bij Vitesse, dat deed voor Univis ook, onder leiding van Peter Bosz. Die willen naar voren toe spelen. En nu zie je dus met Van der Heijden met een uitstekende paas. Dan als Bottegien breed blijft en die twee vleugelverdedigers blijven breed. En Van der Heijden heeft de bal. Dan kan hij zonder bal, of met bal, kan hij ook doorkomen tegenwoordig. Want dan moet hij, een van die tegenpartijen moet gaan kiezen. Of dat ze El Amadi oppakken of Van der Heijden oppakken. Nou, en dat is dan het verrassende uit de laatste lijn van Feyenoord. Van die laatste 17 wedstrijden, hoeveel gaat Vermeer er keepen? Maar Feyenoord, hè? Ik denk 0. Waarom zou die jongen doet het geweldig, die er nou in staat? Ja. Waarom zou je die wisselen? Met alle respect, Vermeer is geblesseerd geweest. En de keeper doet het geweldig. Ik heb hem nog alleen maar die uitwedstrijd tegen NEC. Ik kan me herinneren dat hij een foutje maakte. Maar voor de rest heeft hij goed gekiept en zijn verdediging staat aan de huis. Ik zie geen reden om Vermeer er nu in te gooien. Heert? Nee, ik ben het helemaal met hem eens. Buiten het feit dat Vermeer het uitstekend gedaan heeft in Feyenoord 1. Maar Brett Jones is op dit moment zo ingespeeld op de verdediging. Dat het maar eigenlijk een domme zet lijkt, ook als coach. Om dan daar opeens, terwijl je zo goed staat, weinig doelpunten te tegenkrijgen, daar een andere keeper neer te gaan zetten. Dat lijkt me niet verstandig. Hoeveel goals gaat Jurgensen maken? Oh, nou die heeft er nu 12, volgens mij. Dus die gaat zeker over de 20 heen. Ja. Nee, ben ik mee eens. Ik denk dat hij gauw naar 20, 25 goals gaat. Afhankelijk, want ik lees ook kranten, dat is wel met de schaduwspits blijven spelen. Dus niet met de traditionele punt naar achteren. Ik geloof absoluut dat Feyenoord met de punt naar voren moet blijven spelen. En ik hoop niet dat dat verandert. Want
Doordat ze met de punt naar voren spelen. Ja, dat zou Johan Cruijff absoluut mee eens zijn. Want die wilde altijd met de punt naar achteren spelen. Maar ik geloof nog steeds dat als een spits in zijn eentje staat. En Geert weet als geen ander als interim spits. Dan sta je op een eiland. En als je een schaduwspits hebt die de diepte maakt. Dan komt er meer ruimte. Dan heb je in de centrum. Je ziet hoeveel goals Kuiten heeft gemaakt met voorzetten. Dat Jurgensen eerste paal loopt. Dat hij tweede paal loopt. Dus ik hoop absoluut niet dat Feyenoord met de punten achter gaat spelen. Jij bent een gediplomeerd trainer. Ja, al jaren. Wat is de kwalificatie van Van Bronckhorst als je naar het hele jaar 2016 kijkt? Nou, ik ga een beetje woorden gebruiken die in het verleden natuurlijk ook al gebruikt zijn. Dat het trainersvak is een ervaringsvak. Kijk, dat zegt Guardiola of Ancelotti. Die lopen al jaren mee en die leren nog elke dag als die bezig zijn met een training. Dus het is overigens heel knap na zo'n seizoen van vorig jaar. Beker pakken en dan dit voor elkaar krijgen. Want dit managen met zoveel spelers in de groep is best lastig. Of er meer geouwehoer is in die groep, dat weet je niet. Als het zo zou zijn, blijft het in ieder geval netjes buiten. Maar kijk dat er 3-4 wisselspelers die er eigenlijk min of meer op gerekend hadden om te kunnen gaan spelen, dat die niet tevreden zijn, dat lijkt me duidelijk. In de rol van Bronckhorst is natuurlijk die moet zich ontwikkelen als trainer. Ik had gehoopt, gezien zijn achtergrond als speler bij Arsenal, bij Barcelona, bij Feyenoord, Nederlands elftal, dat hij al wat eerder op de manier van voetballen terecht was gekomen als dat we nu doen. Jij hebt eerder je waardering uitgesproken, uitgebreid voor Alex Pastoor, maar je ook daarbij afgevraagd, wat gebeurt er met zijn verhaal op momenten dat het tegen zit? Nou zou je kunnen zeggen dat het de laatste weken van de eerste competitiehelft tegen zit. Ja, nou, ik moet zeggen, je hebt natuurlijk verschillende facetten van dat trainingsvak. Joop is gediplomeerd, ik ga er al meer dan 25 jaar met mensen met die diploma's om, als journalist. Maar dan, ja, bedoel, er zijn een aantal facetten. Je traint ze, dat is een bepaalde speelwijze, maar je hebt ook wissels. En daar kan je soms een wedstrijd mee helpen kantelen. Nou, daar vind ik hem, laat maar het heel voorzichtig zeggen, want we moeten respect hebben voor de trainer die Sparta kampioen heeft gemaakt. Daar is hij, zo zag ze zich, niet echt heel erg gelukkig mee geweest. Denk even aan de wedstrijden tegen Roda. Denk even aan de wedstrijd tegen Vitesse. Denk ook eigenlijk aan ADO Den Haag. Hoor je eruit? Dat je net zo goed in de spits kunnen zetten. Dat dacht ik dan. Maar goed, dan is hij gevaarlijker dan Chevreul en Pogba bij elkaar met zijn slimme kwaliteiten. Maar ja, dan denk ik, waar gaat het heen? En inderdaad, nu heeft hij eigenlijk heel weinig meer gewonnen in de laatste 10 duels. Dus hij heeft nog wel een paar punten nodig om dat vertrouwen in dat proces, om dat ook nog gestalte te geven. En Van der Gaag, daar wordt steeds van gezegd, die traint volgens één idee, die laat de ploeg spelen volgens één idee. En dan vraag ik me alleen af, wat is dan dat idee? Ja, die idee hoeft toch niet zo moeilijk te zijn. Speel gewoon 4-3-3. Met de punt naar voren. Vermeulen. 2 corrigerende middenvelders. En dan zou hij naast Matthij, vind ik tenminste, nog een andere goede centrale verdediger. Hij zou best die Dammers van Feyenoord kunnen halen natuurlijk. Uitlening. In plaats van Dorst. Ik vind Dorst, die speelt niet zo slecht, maar dat vind ik dan de minst goede, laten we het zo zeggen. De vorige, Fons Groenendijk, dat was een ongelukkige keuze, volgens mij van allebei. Dit lijkt weer een voltreffertje. Ja, momenteel in de traditie, ja. Dijkhuizen, Been, Pastoor. Ja, al is dit wel een trainer al met wat meer ervaring als een Dijkhuizen of als een Mario Been. Toen de tijd bij Excelsior. Dus. Maar ik vind dat hij het momenteel niet slecht doet. En, ja, als hij Excelsior erin kan houden, dan heeft hij het gewoon goed gedaan. Door vakmensen wordt Mitchell van der Gaag enorm opgehemeld. Ja, maar ik vind en Mitchell van der Gaag en ook Ernst Faber. Wat ik in het begin gezegd heb toen je Excelsior Groningen had. Ik zei, jij gaat gewoon middenmoot spelen met Excelsior. En Faber, jij gaat voor Europees voetbal. Dat heb ik toen gezegd. En dat is niet zo gek lang geleden. Het zijn twee hele goede. Dat is de nieuwe trainersgilde. Giovanni van Bronckhorst, daar sprak jij je net al over uit. Iedereen hier aan tafel was eigenlijk voorzichtig. Met het antwoord op de vraag, zie je glimpjes van een toptrainer.
En jij bent daar van het begin af aan heel uitgesproken over geweest. Kijk, er is een mythe rond Van Bronckhorst. En de halve wereld zegt, of misschien wel de hele wereld, hij is te soft voor dit vak. Als jij te soft bent, speel je nooit 106 keer voor Oranje. Houd je nooit staande in de internationale top. En neem je gewoon ook in die kleedkamer maatregelen. Hij heeft een hele slechte fase gekend. Waarin hij zelf advocaat nodig had om op te staan. En een soort van wederopstelling te beleven. Maar deze man wordt gewoon echt heel goed. Dat is pas zijn tweede seizoen in deze rol. Hè. Welke trainer heeft er zo Zodian voorgestaan in de winterstop? Het zegt niets over de afloop. Maar dat hij gaat komen staat van mij vast. Als je een foto zou mogen maken met een waardering daaraan vast van Giovanni Van Bronckhorst. Over heel 2016. Moeilijk vind ik dat je per seizoen moet kijken. En ik vind Van Bronckhorst doet het nu geweldig. Staat gewoon stijf bovenaan. Dus die krijgt van mij een dikke 8. Zie je glimpjes van een hele grote trainer? Nou, dat is nog veel te vroeg voor. Dan moet je eerst resultaten boeken. En kijk, ik beoordeel trainers altijd op het moment als het slecht gaat. Ja, en met Van Bronckhorst is het één periode even slecht gegaan. Toen kwam Dikke Advocaat. Ik weet niet hoeveel invloed Dikke Advocaat in die periode heeft gehad. Dus ik zou Van Bronckhorst zo meteen wel willen zien op het moment als er een echte mindere periode komt en hij staat er alleen voor. En ik vind Van Bronckhorst, je moet het trainersvak niet onderschatten. En er komen zoveel dingen op je af en je ziet het hoe die getekend die is. Het is een knappe jongen, maar hij ziet er ook 10 jaar ouder uit naar de bepaalde wedstrijden. Mitchell van der Gaag. Bij Excelsior, daar ben je eerder al heel positief over geweest, hè? Wat ik leuk vind van Mitchell van der Gaag is dat hij altijd zichzelf is gebleven. Nuchter, realistisch, hij weet waar hij over praat. Maar ik heb ook trainingen gezien. En hoe hij traint, zo zie ik ze ook spelen. En dat vind ik heel leuk. Ja? En natuurlijk uiteraard niet vergeten André Hoekstra natuurlijk, die al 10 hoofdtrainers naast hem heeft gehad. Die brengt dan toch ook nog eens een keertje, hebben ook nog een inbreng. En ik vind dat Excelsior met de kwaliteiten die ze hebben, dat is het maximale eruit halen. En dat vind ik heel knap. En wat ik heel leuk vind aan Excelsior, en dat is absoluut Mitchell van der Gaagse verdiensten, dat alles is gebaseerd op diepte te maken. Diepte in zijn spel. En dat is leuk om naar te kijken. Het is niet dat eindeloze breed en nog een keer opbouwen. Ik vind dat Mitchell van der Gaag echt heel realistisch internationaal voetbal speelt met de kwaliteiten die ze hebben. Ja, ze kunnen het alleen niet zo lang volhouden. Op welke plaats eindigt Sparta? 15e. Net voldoende om er rechtstreeks in te blijven. Ik denk ook dat Sparta er rechtstreeks in blijft. Ondanks de inzinking van de laatste weken, denk ik dat Sparta voldoende kwaliteit heeft om in elk geval 3 ploegen voor te gaan blijven. Maar dan eindigt Excelsior boven Sparta? Denk ik niet. Ik denk dat Excelsior via de na-competitie, via de play-offs, zich zeker gaat spelen. Dat Van der Gaag en zijn mannen gewoon wel een aantal potjes extra nodig hebben, helaas. Jij, Dennis? Ik denk dat Excelsior boven Sparta gaat eindigen. Van der Gaag heeft echt een duidelijk plan uitgedacht. Goede selectie die dat uit kan voeren. En er zijn meer ploegen die ik tegen vind vallen, die ik echt minder vind presteren. En waarvan ik verwacht dat dat zo blijft dan Excelsior. En wat is dat duidelijke plan dan? Een plan wat je in Nederland niet vaak ziet. En dat is een beetje oneerbiedig gezegd countervoetbal. En Excelsior heeft laten zien deze seizoen zelf dat ze dat heel goed kunnen uitvoeren. Ze hadden zelfs wel meer punten moeten hebben. Want als Excelsior dan voor staat, wat regelmatig gebeurt, geven ze het te vaak weg. Daar moet echt aan gewerkt worden. En als dat lukt, dan gaan ze voldoende punten pakken. Daar ben ik van overtuigd bijna. Op welke plaats eindigt Sparta? Sparta eindigt waar ze nu staan, 13. Ja, zeker het rechtse rijtje. Sparta heeft nu 17 punten. En dat moeten ze minimaal verdubbelen om sowieso in de Eredivisie te blijven. Dus die halen niet meer dan. Sparta gaat niet meer dan 40 punten halen. En Excelsior? Excelsior, dat. Ik denk persoonlijk, ja. Laat ik even vooropstellen dat ik vind dat Sparta 2016 is een geweldig jaar voor ze geweest. En ik vind ook nog steeds dat Sparta. Daar ben ik het niet altijd met Alex eens. Ja, dat het de laatste 2 maanden gewoon heel slecht is. Gaan we eerlijk zijn, alleen de bekerwedstrijden waren goed, maar we hebben heel te weinig punten gepakt. Maar ik vind het de spitsen duur. Als ik Pogba ziet en die Fransman. En dan denk ik bij mezelf. Tegen ADO in. Ja, maar oké, maar luister eens. Ik ben dan gewoon een supporter. Ja, en hier toevallig nu even een analist. Maar dan zeg ik van, ja, die jongen van die Bogenson, die is niet minder. En als ik zo'n wedstrijd tegen Den Haag zie,
als je Breu in de spits zou zetten de laatste kwartier, dan doet hij het niet minder als die twee spitsen. Ik vind dat Sparta echt een goede centrumspits moet hebben. Ik heb al aangegeven dat jongens zoals Van Duinen die bij Excelsior loopt, dat niveau kan Sparta ook halen. En dan hoef je niet zo'n Bogba of het jongen van Frankrijk te halen. Dat vind ik absoluut geen meerwaarde. Excelsior vernieuwde eigenlijk de hele selectie met als hoofdconclusie dat spelers die er vorig jaar al waren een beetje in de marge, nu de dragende spelers zijn. Ja, met name Matthij, hoewel die bij heel veel Vermeulen. Ja, ik denk wel, Matthij is een beetje de leider van dit Excelsior in de verdediging. Want ik moet zeggen, eigenlijk op het middenveld moeten Kolwijk en Bruinsdat in gezamenlijke samenhang doen. Maar Matthij heeft wel een beetje de rol van Sander Fischer overgenomen. Alleen hij is wel heel ongelukkig ook geweest. Bij heel veel tegendoelpunten betrokken. Hij heeft heel veel penalties betrokken. Dus hij heeft nog wel een paar verbeterpuntjes. Maar hij heeft wel potentie. Die jongen is nog een jonge speler. Die heeft echt wel potentie om nog misschien wel een stapje hoger te gaan. Bruins en Kolwijk hebben weinig gespeeld in het laatste gedeelte van die eerste seizoenshelft. Blijft dat zo, denk jij? Nou, Kolwijk moet uitkijken dat hij niet overvleugeld wordt door Fijk. Die Fijk heeft in principe dezelfde, laten we zeggen, speelstijl. Alleen, die heeft er ook nog bij dat hij kan scoren. En dat doet Kolwijk nagenoeg nooit. Sparta, Emiel, haalde Vriends basisplaats inmiddels, haalde El Azouzi basisplaats en Koetwin die vrij veel gespeeld heeft. Ja, Koetwin vind ik een goede aankoop. Een hele goede aankoop. In Australië kan je eigenlijk al geen bijl aanvallen. Ook niet qua mentaliteit kan je er ook nog eens een keer een wedstrijd naast zetten. Gaat niet lopen morgen of wat dan ook. Ik vind wel een paar keer dat hij misschien iets meer verdient. Achterin, ja, Vriends, Breuer is een koppeltje geworden nu, op het allerlaatst van deze eerste competitiehelft. Ik heb het idee dat hij er nog niet helemaal uit is, want Van Drongen is natuurlijk een groot talent. Eigenlijk de voorstopper. Die is heel vaak ook linksback gezet uit nood, want Pinto raakte geblesseerd, maar was ook verdedigend niet geweldig. Dus daar had hij eigenlijk ook wel iets nodig. Ik heb het gevoel dat daar de afstemming nog niet helemaal is. Het enige die eigenlijk overeind blijft is zeker Breuer, die we al misschien even genoemd hebben. En Dumfries. Nou ja, Dumfries, dat is de lopende hypotheek van Sparta natuurlijk. Die moet straks groot geld gaan opleveren. En Feyenoord, joh? Ja, dat willen ze wel, hè? Ja, Dumfries kent nooit groot geld. Bij Sparta kan niet veel verdienen. Ik kent ook nooit veel kosten qua prijs. Nou, maar dit is een clausuletje in zijn contract, toch? Dat weet ik niet. Maar is het een Feyenoord speler? Nou, volgens mij hebben wij er zelf een. Nieuwkoop. Mocht als Achterkarsdorp, ja. Ja, of Voorkarsdorp. Weet ik. Vind je die beter? Nieuwkoop doen wij. Nieuwkoop, zeer gedisciplineerde speler, hoor. Nieuwkoop, vind ik. Sparta? Moet Sparta nog wat halen in de winterstop? Nee, die hebben al genoeg gehaald, vind je niet? Die hebben geloof ik 30 spelers. En die weten dadelijk niet meer hoe ze het hebben. Maar zoek nou de goede eruit. Maar een linksback bijvoorbeeld? Ja, waarvoor een linksback? Nou ja, omdat Pinto het niet brengt. En dan dat je met Floranus met een rechtspoot op links speelt. Met Van Drongelen trouwens ook. Ja, maar linksback gaat ook het verschil niet maken. Sorry René, ben jij deze kwijt? Ja. Ja, je hebt de dingen altijd in de kleedkamer. Maar het schijnt de barman zeggen dat jij kwijt bent. Ja. En wel dezelfde kleur, ja. Ik neem hem mee. Dus, we zitten hier nu bij Johan Derksen, hier, onder het programma. Nee, sorry Rob, sorry, neem me niet kwalijk. Het is toch een Johan Derksen? Deze dan. Deze dan is Frank Vijgen met Dirk Jouwstuit samen. Die kan je nooit uitnodigen op een feestje. We stoppen er gelijk mee. Nu daalt het niveau zo. Nu daalt het niveau zo hard. Bedankt. Het is het niveau van VOC. Bedankt mannen. Het zit erop voor vanavond en voor het hele jaar. We danken je heel erg hartelijk voor het luisteren. En ik meen het ook echt elke keer als ik zeg dat je een geweldig publiek bent. Morgenavond gaan we de drempel over van 2016 naar 2017. En daar wens ik je een fantastisch feest bij. Maar denk ook even aan de plekken waar het minder feestelijk is. Bij de familie Cruijff bijvoorbeeld of bij Henk Schouten thuis. En als we ons zo met z'n allen met elkaar verbinden op die drempel naar het nieuwe jaar, dan komt het misschien toch nog goed in 2017. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwen Services.
Forsies Shipping and Forwarding, Jordex Shipping and Forwarding en Brasserie de Rotterdammer.